Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog van mij. Vandaag ga ik met Snuitje op wedstrijd. We starten in de M1 en het is nu december 2015. En ik heb besloten om mijn startkaart niet te verlengen voor volgend jaar. Mede omdat Snuitje dan al 22 is. En ik heb heel veel plezier met de Working Equitation wedstrijden die ik afgelopen jaar ben gestart. Dus daar wil ik heel graag in verder gaan. Maar ik ga jullie vandaag in ieder geval meenemen op onze laatste KNS-wedstrijd. En ik wil de laatste, wil ik niet zo definitief maken. Want ik bedoel, als ik echt zou willen, kan ik zo weer een startkaart aanvragen. En dan kan ik alsnog gaan starten. Nou, ik zit nog in mijn pyjama met mijn badjas aan. En ik ga jullie vandaag wat tips geven over het rijden van wedstrijden. En ik heb iets heel leuks. Ik was van de week bij een ruitershop en dan kregen we een goodie bag. Was Ladies Night. En daar heb ik deze sleutelhanger gekregen. Het is een enkel gebroken watertrentje van Harry's Horse. Maar ik heb al een sleutelhanger bit. Dus deze wil ik graag weggeven. Kijk mijn video af en luister naar de tips die ik voor jullie heb. En als je een leuke aanvulling hebt qua tips, laat het achter in de reactie hieronder bij de comments op YouTube. En dan de leukste reactie krijgt deze sleutelhanger opgestuurd. Dan wil ik je nog voorstellen aan een nieuw gezinslid hier. Kom eens. Hi. Dit is onze Bloem. Bloem is nu 15 jaar en ik was volgens mij een meisje van 11. Ik ben nu 26. En ja, Bloem komt uit mijn ouderlijke huis. Maar die wordt binnenkort gesloopt en mijn vader is verhuisd en het was heel lastig om de kat te laten wennen aan het nieuwe huis. Ze liep steeds terug naar onze oude woning. Omdat mijn vader is verhuisd binnen dezelfde wijk. En dat lukte niet op een of andere manier. En toen heb ik gezegd van, als je de poes weer hebt gevonden, dan kom ik hem ophalen. En dan neem ik er wel in huis. Kom eens even laten zien dan. En Bloem heeft echt supermooie groene ogen. En altijd praatjes. Nou, we gaan snel beginnen. Tip 1. Leg een dag van tevoren je kleding klaar. Want stel dat je iets kwijt bent of je moet nog iets strijken of iets wassen, dan heb je nog de tijd om dat te regelen. Plus, het is echt heel rustgevend als je gewoon een goede voorbereiding hebt en al je spullen klaar hebt gelegd. Ik zal het jullie even laten zien. Ik hang meestal hier aan de deur mijn blouse klaar. En in deze hoes zit mijn wedstrijdjasje en mijn plastron. Verder hebben we nodig paardrijssokken, een trainingsbroek die je dus over je witte broek kan aantrekken, zodat je dan in de voorbereiding van je wedstrijd je witte broek niet vies maakt. En een witte wedstrijdbroek en in mijn geval een witte hoofddoek. Ik krijg heel vaak de vraag van hoe zit dat nou bij jou met die hoofddoek, dus ik ga het jullie even laten zien wat het voor ding is. Mijn hoofddoek, die bestaat uit, dan komt mijn man even binnen, of niet, toch niet. Mijn hoofddoek die bestaat uit een onderkapje, dat is eigenlijk gewoon een rondgenaaid kapje met aan twee kanten een opening. En zoals je ziet is de, dat zie je slecht, de bovenste rand is omgevallen. Die kan je eigenlijk, ja, als een soort van bandana zo over je hoofd heen trekken. Dat het hier aan de voorkant een mooie strak om je gezicht heen zit. En daar overheen komt deze hoofddoek. Die heeft aan deze kant een wat kleinere opening voor je gezicht. En aan deze kant een wat grotere. Zodat die eigenlijk over je boezem kan vallen. Het is een soort van elastisch katoen. En omdat het, eigenlijk moet je het zien als een soort van capuchon, maar die dan extra aansluit. En daarmee kan je dus zonder naalden en zonder het ingewikkeld te bevestigen, kan je het heel snel omdoen. En is het voor het sporten ook heel erg comfortabel. Dus die gebruik ik tijdens het paardrijden. Nou, zoals ik zei, ik zit nog in mijn pyjama en ik heb wel al goed ontbeten. Dat is ook heel belangrijk als je op wedstrijd gaat. Elke dag is dat belangrijk, maar vooral als je gaat sporten. Ik ga nu even douchen, aankleden, bidden. En dan gaan we naar Snuitje. Nou, ik ben helemaal klaar om naar Snuitje te vertrekken.
Wat ik vergeten was om te vertellen, is dat ik onder mijn wedstrijdblouse altijd nog een witte longsleeve draag. Meestal gewoon een hele simpele van een Zeeman of zo. En kijk, wat ik daar dan mee doe, is dat ik mijn boordjes nog opensla naar buiten. En dat ik dan mijn longsleeve, zeg maar mijn mouwen, terugsla. Dan kan het zo. En dan blijven je boordjes netjes schoon. Want als je straks je wedstrijdjasje aan hebt en je doet je boordjes netjes dicht, dan zie je nog een mooi schoon wit randje eronder uitkomen. Dat vind ik altijd heel erg netjes staan. En nog een tip. Ja, ik werd even onderbroken. Nou goed, een tip. Als je hebt gedoucht is je lichaam meestal een beetje plakkerig en stroef. En een paardenbroek zit natuurlijk best wel strak. En ik denk dat jullie het probleem allemaal wel kennen. Nou, wat ik gebruik is van het lichaamspoeder. Ik gebruik Silky Underwear van Lush. Die gebruik ik eigenlijk altijd. Ik heb hem gisteren weer nieuw gekocht. De laatste keer heb ik echt wel sowieso anderhalf jaar met zo'n klein flesje gedaan. En dan gebruik ik het echt wel regelmatig. Nou, als je dan hebt gedoucht en je hebt jezelf afgedroogd en je gooit allemaal van het poeder over je heen en je wrijft dat een beetje uit. Nou, geloof me, dan glijdt je kleding zo over je huid en krijg je heel makkelijk je rijbroek aan. Dus dat is echt een tip. Voorkomt echt stress in de ochtend als je onderweg wil naar je paard. Tip nummer 2. Of nummer 3, want ik heb natuurlijk net ook die tip gegeven over dat body powder. Weet je, ik ga gewoon even helemaal geen getallen meer geven aan mijn tips. Ik noem ze gewoon tips. Oké, tip. Vertrek op tijd, maak een planning, maar vertrek niet te vroeg. Oh, daar gaan we weer. Nee. Hier blijven nou, ik ben er echt klaar mee. Mijn auto is gewoon te glibberig om te filmen. En nu ben ik dus echt mijn hele verhaal kwijt. Vertrek op tijd, maar niet te vroeg. En maak een planning van je dag. Als je te vroeg vertrekt naar je wedstrijd, dat vind ik persoonlijk heel vervelend. Dan moet je wachten. En ja, ik heb dan eigenlijk al zoveel energie in mijn lichaam. Ik wil dan helemaal niet meer wachten. Ik wil gewoon, als ik aankom op wedstrijd, ik wil mezelf aanmelden, mijn pony klaarmaken, mezelf klaarmaken en rijden. Ik hou er ook niet van om te lang los te rijden, weet je. Trainen doe je thuis en op wedstrijd. Je warmt je paard op en je zorgt dat hij aan de hulp staat en dat hij zich oké bij je voelt. En dan is het ook klaar. Kan verschillen hoor, per combinatie, want wellicht een jong paard of een paard wat sneller stress heeft, heeft ook langer de tijd nodig om los te rijden. Maar mijn ervaring is met Snuitje en ook met mijn vorige paard dat ik meestal met een kwartiertje ook wel klaar ben. Hou er ook rekening mee dat er misschien een keer iets tegen zit. Zoals een omleiding of een file. Of bijvoorbeeld dat je paard niet in de trainer wilt of dat je iets vergeten bent. Dus hou wel rekening met een beetje speling dat je eventueel nog wat kan redden. Ik ben een keer te laat op wedstrijd gekomen en toen mocht ik alleen mijn tweede proef nog rijden. En had ik echt bijna geen tijd om los te rijden. Dus dat was echt super zonde. Super, super zonde van je tijd, van je geld, van je investering. Ja, dat is echt heel jammer. Vond ik echt heel teleurstellend. Het wordt echt een heel langdradig verhaal. Terwijl ik gewoon probeer duidelijk te maken dat je je tijd goed moet besteden. Dat je rekening moet houden met eventuele onvoorziene gebeurtenissen. Maar dat je ook moet zorgen dat je niet te lang daar al zit en dat zit je te wachten en staat je paard op de trainer, die staat ook maar te wachten. Ja, dat is zo'n zonde van je tijd. En ik word er zelf dan ook eerder zenuwachtig van. Ik kan beter maar bezig blijven en dan gaat het meestal wel goed. Ah, ik kan niet bij mijn trainer, want er staat iemand voor. Hey, Snuitje. Hallo. Snuitje vriendinnetje. Die ligt lekker te slapen. Hallo. Okay. Nou ja, niet te slapen, maar die ligt lekker te ontspannen. Ah, typisch. Blijf jij maar lekker liggen. En hier nog zo eentje. Nu zit ook helemaal in chill modus. Hoi. Wat ik heb klaargezet. Schoon warm water. Daarin doe ik
wat van dat massage toestel. Oh, ik word gebeld. Bel ik straks even terug. Dat ga ik straks gebruiken om na te wassen, haar mee af te sponsen. Het is lekker warm. En de massagevloeistof zorgt ook voor dat de spieren lekker warm worden en een tijdje blijven. Toen heb ik alvast een vliesdeken klaargelegd, zodat ik haar zo snel mogelijk weer kan bedekken. Zilver shampoo, tip als je witte paren hebt. Betadine shampoo werkt ook heel goed. Biotex kan je ook gebruiken. Heel rustig bedaan. Maar daarnaast heb ik nog show cream voor witte paren. En deze witte shampoo. Shampoo voor witte paren, dus blauwe shampoo, geen witte shampoo. Met glitters. Ik had een keer een cadeaubon van de Ruitershop en toen heb ik dit gekocht. Dat is paardenshampoo, is normaal gesproken best duur. Maar ik had een cadeaubon, dus ik dacht, why not? Het is altijd leuk om je paard lekker te verzorgen. Nou, ik ben klaar met snuitje wassen. Ik heb het niet gefilmd, want ik wil gewoon een beetje doorwerken. Het is vandaag niet super koud, maar het is december, dus en het water is wel koud. Dus ik wil haar ook niet laten rijden. Ik ben super dom. Ik geef jullie allerlei tips over een goede voorbereiding. Ik zal even laten zien wat ik heb gedaan. Alle drollen liggen nu in de hoek van de stal. Even snel wat nieuwe stro eroverheen. Ruwvoer moeten ze gewoon altijd de beschikking over hebben. Zweetdekentje op. Dus ik kan snuit even met een gerust hart achterlaten. Hoop ik. Als een paard nat is, dan, weet je, dan hebben ze een beetje kriebels en jeuk. En dan gaan ze graag rollen. Dus ik hoop niet dat ze dat zo meteen doet. En niet in de drollen. Maar ik ben dus mijn shabrakje vergeten. En ik ga zo meteen lesgeven aan Joelle. Hallo. Dus ik cross even snel. Ja, ik wil het vloggen, ja. Dus ik cross even snel op en neer naar huis. Om mijn witte shabrakje uit de schuur te halen. En dan kom ik weer snel terug. Dus wat ik net zei over plannen en voldoende tijd inrichten. Dat komt nu maar weer goed van pas. Super mooie regenwolk. Nou, ik ben weer bijna terug op stal. Gelukkig woon ik dichtbij. Ik rijd er ongeveer 7 minuten over met de auto. En als ik een beetje gas geef, dan red ik het nog wel eens binnen 5 minuten. Dus dat valt mee. En Joelle die moest nog opzadelen en dan een beetje losrijden. Dus komt wel goed uit. Ik ben 5 minuten te laat voor de les, dus dat valt wel mee. Nou, ik ben klaar met lesgeven van Joelle. Ze is nu aan het uitstappen hier in de binnenbak. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Trailer vast aangekoppeld en wat naar voren gereden, de klep open zodat snuiten straks makkelijk in kan. Volgende tip: als je afspraken maakt met mensen die met je meegaan, zorg dan dat je goede afspraken maakt. Maak een tijdafspraak en spreek af wat je misschien van elkaar verwacht. Bijvoorbeeld, je kan een vriendin meevragen die bijvoorbeeld jouw proefje kan voorlezen of die jou kan helpen met het invlechten van je paard. Meestal ga ik alleen op wedstrijd. Ik kan zelf auto rijden. En ik rijd de proefjes graag uit mijn hoofd. Dus in dat opzicht heb ik eigenlijk niemand nodig. Hallo. Hoi. Maar het is altijd gezellig als iemand meegaat. Stilte. Ja, echt stilte voor de storm. Maar ik ben echt blij dat je me komt helpen. Want ik hou echt niet van vlechten. Ik ben het gewend van mijn 5 meter lange manen. Ik zal mijn nieuwe poetskoffer laten zien. De lintjes hangen er nog aan. Maar ik heb deze gekregen van een vriendin van mij uit Amerika. Waarmee ik contact heb via internet. En die heeft ze naar me opgestuurd. En kijk, mijn naam staat erop. Dus ik ben er echt super blij mee. Echt een hele mooie degelijke koffer. Dus Asia, if you're watching, thank you very much again. Ja, super happy. Ik ben heel slecht in Engels. My English is very bad, but I told you about 100 times. So may Allah reward you for your kindness. En, ja, ik ben er super blij mee. Dus dat is mijn nieuwe poetskoffer. Nou, Nina die helpt mij met invlechten. Wat wij altijd doen is één kant breedte. Krijg je mooie gelijke knotten. Maak ze de vlechten van. En straks dan ga ik ze oprollen met naald en draad. En dan krijg je hele mooie roosjes. En zo ziet het vlechtje uit.
Jij kan wel mooi strak vlechten. Jazeker, mooi. Kijk, dit is het beruchte dekje die ik net moest gaan halen. Hij is niet helemaal schoon meer en hij gaat ook niet meer helemaal schoon. Maar, wacht even hoor. Dit dekje is dus eigenlijk van Snuit. Snuit had het dekje al lang voordat ik in beeld kwam. Het is van de club waar Snuitje vroeger altijd reed en waar ik ook een tijdje heb gereden. Uit Gorinchem, waar ik ben geboren en getogen. Dus ik vond het wel bijzonder om die nog te gebruiken nu voor mijn laatste wedstrijd. Tip. Om een geheugensteuntje om te kijken of je al je spullen bij je hebt. Wat ik altijd doe, ik stel mezelf voor met mijn paard op wedstrijd. Nou, dan ga ik eigenlijk eerst het paard af. Een zadel, een dekje, een hoofdstel, een singel. En dan kan je paard rijden. Dan ga je kijken naar jezelf. Je moet dus een colbertje, witte broek, een blouseje, zweepje eventueel, laarzen. Dan kan je dus rijden. En extra dingetjes die erbij komen kijken en altijd belangrijk zijn, is je proefboekje, paspoort, een extra halster en geld voor je inschrijving. Het voorplukje is zo geworden. Wacht, ja, als je het ziet. Doe maar allemaal priegelen aan jouw hoofd en snuit. Dat is helemaal niet leuk. Nou, ik ga de roosjes maken. Ik heb vast één. Ik heb gebruikt een stukje pektaal. En aan het einde, kijk, heb ik een heel klein knoopje. Zo, hoppa. Die ging iets verder dan dat de bedoeling was. Echt, hè? En daar gebruik ik een speciaal vlechtdraad voor. Kan je gewoon bij de ruiters opkopen. Nou, hoe ik het doe? Van deze kant. Ik steek eigenlijk de naald door de onderkant heen. En dan gelijk hier doorheen naar de andere kant. Dus dan is hij eigenlijk door het knoopje aan het uiteinde blijft hij gewoon zitten. Hoef je geen knoopje. Steek je hem weer terug onderlangs. Dus nu is hij één keer dubbel gevouwen. En dan vouw ik hem nog een keer dubbel. Dus dan pak ik hem weer door de onderkant. En steek ik hem weer daar doorheen. En trek ik hem hard aan. En dan weer via de onderkant terug. En via de knot weer heen. En dan een paar keer achter elkaar, dan blijft het gewoon zitten. Het is wel iets lastiger om weer los te halen, omdat je knotten met elastiekjes hebt. Het is wel mooi. Maar het is wel inderdaad, ik vind het ook mooier. Want je ziet er eigenlijk niks meer van. Kijk, en uiteindelijk knippen we dit snuit touwtje af. En blijft het mooi zitten. Ik loop een klein beetje achter op het schema. Maar die tijd gaan we wel inhalen als we op de locatie zijn. Omdat we hier alvast de tafel op doen. Ik wissel het een beetje af. Soms zadel ik snuit alvast op. Voordat ze de trailer ingaat. Ik bedoel, als je niet zo heel ver hoeft te rijden. Ik moet nu ongeveer 20 minuten rijden. En bij aankomst eigenlijk gelijk begint, dan kan het best wel hoor. Je moet hem natuurlijk nog niet helemaal strak aanstingelen, want dat is een beetje sneu. Maar gewoon zadel vastmaken en dan pony de trailer op. Dan winnen we weer tijd. Nou, we gaan snuit in de trailer zetten en dan gaan we door. Zoals je ziet, ik doe nu aan beenbeschermers en dan het risico dat snuit er straks helemaal op zit. Maar meestal valt het mee. Mooiste pony van Nederland gespoeld. Doei Nientje! Het is blij dat je gaat. Oh, wat lief. Nee, ja. Maar het is wel donker. Hey, volgende tip. Leer de proeven uit je hoofd. Ik rijd de proeven ook uit mijn hoofd, dus dat betekent dat ik geen voorlezer nodig heb. Daardoor kan ik alleen op wedstrijd of als ik iemand meeneem, zoals Nina, kan ze gewoon rustig kijken of een beetje filmen. Hoef ze niet voor te lezen. Maar ook als je wel iemand hebt die jouw proeven voorleest, dan is het nog steeds heel belangrijk dat je de proeven wel uit je hoofd kent. Of tenminste voor het grote deel. Want stel, de lezer maakt een foutje of je kan haar niet goed verstaan of je weet nooit wat er gebeurt op zo'n wedstrijd. Je kan echt niet de schuld geven aan je voorlezer, weet je. Die persoon gaat met je mee om jou te helpen, die doet ook zijn best en is misschien ook wel een beetje gespannen. En als het een keertje misgaat, dan is het niet eerlijk als je de schuld weggeeft bij de voorlezer. Geef het aan de voorlezer, ik kan echt goed Nederlands spreken. Maar het is echt je eigen verantwoording. Dat jij je proef kent en dat jij weet hoe je moet rijden. Dus, leer de proeven uit je hoofd.
voordeel van het uit je hoofd leren van je proeven is dat je dus eigenlijk je proeven dan al heel vaak hebt gevisualiseerd. Dat betekent dat je eigenlijk in je gedachten jezelf al heel vaak het proefje hebt zien rijden en dat je de route echt uit je hoofd hebt geleerd. Visualiseren is heel belangrijk in de voorbereiding van wedstrijden. En daar wil ik jullie nog wel een keer wat meer over vertellen. Maar dat is dus ook wat ik graag doe. En wat mij heel erg helpt om een prestatie te leveren. Natuurlijk moet je een positieve visualisatie maken. Dus je moet je in je hoofd voorstellen hoe jij rijdt als het zeg maar goed gaat. Als ik dan zo in de auto zit onderweg naar de wedstrijd, dan ben ik meestal even stil. Heb ik ook niemand bij me, nu Nina. En dan doe ik in mijn hoofd nog heel even van, oh ja, C op de rechterhand, MXK van hand veranderen, midden eraf, enzovoort, enzovoort. Dus dat is ook een goede oefening. Nou, we zijn aangekomen. Snuitje is er helemaal klaar voor. We halen nog even een borstel eroverheen. Nou, ik had toen straks verteld welke spullen ik allemaal meeneem. En wat ik vergeten was om te vertellen, is dat je altijd standaard nog wat borstels moet meenemen. Leerreinigingsdoekjes en extra elastiekjes. Want je kan echt niet zonder op wedstrijd. Thanks. Wat de fuck doet zij? Oh, een spiegel. Ik ga nu aan de tweede proef beginnen. Ik heb mijn eerste proef voor de sports gereden. Ik wil dat heel goed een keer uitproberen, want loopt die nog? Oh ja. Want thuis gaat het dan best wel goed, maar ik merkte toch nou dat ik net die fine-tuning miste. Tip, met een positief gevoel en gedachten gaan paardrijden, want jouw bovenkamer stuurt je lichaam aan en jouw lichaam stuurt je paard. Dus als je positief bent en denkt, dan lukt dat meestal ook al met je paard. Dat ga ik wel zelf ook doen. Blij. Nou, we zijn inmiddels terug op stal. Ik heb Snuitje vast even in de stal gezet. Snuitie, laat jezelf eens zien. Hallo. Snuitie heeft een nieuwe buurman en ze is er niet zo van gecharmeerd. Ook al staat hij er al een week. Ze zijn niet zo lief voor elkaar, hè? Nou. We gaan eerst even een beetje eten zelf en dan haal ik de knotjes bij Snuit eruit. We proberen een soort van shot te maken van dat wij aan het eten zijn. Ja. Zo, is dit genoeg hooi voor de komende nacht? Geen die op stal werkt had een flinke plak hooi erin gegooid. En ik heb het even uitgeschud. En dan krijg je echt zo'n huge berg met hooi. Maar is goed voor paarden. Paarden moeten echt wel vrijwel onbeperkt toegang hebben tot ruwvoer. Meisje. Even de knotjes eruit halen. Nog één keer kijken naar de knotjes. Nu ze er nog zo mooi in zitten. Kijk, ik heb een bij gevonden op mijn potje met hoeven en leervet. Dit is trouwens vet relaxed spul. Want even kijken. Deze. Dat kan je gebruiken voor hoeven. Goed zo. Ja, dat moet je altijd hebben. Positieve instelling. Ik ben een filmpje aan het maken. Ik ben even die bij aan het filmen. Lekker aan het eten.
laten zien? Oké, dat is goed. Maar het is dus... Het is een... eigenlijk wat ik meestal geef, een schep luzerne. Twee handjes met musli van Meijten. En 60 gram Equilin Balancer met wat glucosamine. Nou, Snuit die staat in stal. Ik heb de naverzorging gedaan. Ze heeft gegeten, stalletjes schoon, knotjes uit en dat soort dingen. Daarna heb ik mijn trailer schoongemaakt en terug op de parkeerplaats gezet. Nina heeft inmiddels gezadeld en is nu aan het losrijden. Daar zie je Nina. En ik ga haar nog even het proefje voorlezen. Nina gaat volgende week haar L1 debuut maken. Dus nog eventjes oefenen. E afwenden. E afwenden. XCX. Grote volte links. En na enkele drafpassen pony de hals laten strekken. Doeg. Oké, doei doei. Tijd om naar huis te gaan. Ik vind het een mooi moment om te stoppen met de KNS dressuurwedstrijden. Mede omdat ik gewoon komend jaar echt wil gaan genieten van de working equitation. En ik denk dat we daar beide heel veel plezier aan gaan beleven. Dus daar wil ik graag mee door. En gezien de leeftijd, je kan niet alles blijven doen. Ik kan niet endurance en crossen en dressuurwedstrijden en working equitation. Ik wil zuinig op er zijn en we doen liever gewoon even wat minder. Maar dat we het dan gewoon goed kunnen doen. Nou, de proef voor vandaag. Ik weet niet, ik denk dat het echt vooral aan mezelf lag hoor. Dat ik er nu echt zoiets had van, oh, de camera is erbij. Het is mijn laatste proef. En de mensen in de kantine zitten te kijken. En ik moet mezelf nu bewijzen. Ik probeer er toch nog het beste van te maken. Maar Snuit was ineens bang van een nep plantje die langs de bak stond. Terwijl zij is best een dappere pony. Ze is echt niet snel schrikkerig of dat ze ergens voor uitwijkt. Ik voelde gewoon tijdens de proef, ik kreeg haar niet fijn aangeeflijk. Ik kreeg haar niet lekker over de rug. Nou, ik weet niet wat ik aan het doen was. Ik was een beetje, probeerde nog enigszins op de letters te sturen. Ik weet mijn punten wel. Ik had voor de eerste proef 175 punten. En voor de tweede proef 177 punten. Bij de dressuur krijg je vanaf 180 punten een winstpunt. Dus ja, ik zat een niet extreem onder die winstpunten. Het zat er vandaag niet in. En ik vind de punten die ik heb gekregen heel eerlijk. Ik had ook geen winstpunt verwacht. Want ik had het niet verdiend, vond ik zelf. En de protocollen moet ik morgen ophalen daar op de manege. Want anders had ik nog ruim een uur moeten wachten tot de prijsuitreiking. Het is nu bijna 9 uur. Ik heb morgen vroege dienst, dus ik ga de dag afsluiten. Jullie super bedankt voor het kijken. Echt hartstikke leuk. Geef alsjeblieft een like aan deze video. En laat me weten wat voor wedstrijdtips je nog allemaal hebt hieronder bij de comments. En misschien kan ik je de sleutelhanger geven. Oh ja, wacht. Ik zei jullie vanochtend dat ik zelf al zo'n sleutelhanger heb. Kijk. Zie je? Weet je, ik heb zelf al zo'n sleutelhanger. Ik hoef er dan ook geen twee. Dus laat een comment achter. En de leukste, die stuur ik de sleutelhanger op. Dankjewel voor het kijken. En ik hoop dat jullie de volgende keer weer kijken. Doei! Hoi, een dagje later. Ik heb nog even een toevoeging aan mijn video. Ik ben zojuist op de manege geweest waar ik gisteren wedstrijd heb gereden. Om mijn protocollen op te halen. Nou, ik wist al wat mijn punten waren. 175 voor de eerste proef en 177 voor de tweede proef. Het verruimen in draf en galop moet verbeteren staat er onder andere bij. En ja, ik had gewoon wat storingen. Wat ik al zei, ik was zelf echt niet tevreden. Ik weet dat we veel beter kunnen. Maar ondanks dat ik voor mezelf het idee had dat ik echt wel een grove fout had gemaakt. Zijn eigenlijk al mijn cijfers tussen de 5 en de 7. Dus dat was wel een braaf protocol. Valt eigenlijk mee. En wat ik heel leuk vind is dat ik toch nog een prijsje heb gewonnen. Ik ben voor mijn tweede proef ben ik tweede geworden. Dus dat vind ik gewoon super leuk. Als jullie mijn vorige video hebben gezien, weten jullie waar ik deze rosette nu ga opbergen. En waar ik deze beker ga neerzetten. Jammer dat ik geen winstpuntje heb. Alleen de eerste prijs scheen winst te hebben wat ik had gehoord. Degene die eerst is geworden. En de rest allemaal niet. Dus valt niet tegen. En nog even een toevoeging over de giveaway. Over de sleutelhanger. Ik heb jullie natuurlijk verteld wat jullie daarvoor moeten doen. Maar dan moet ik ook even een termijn aan vastleggen. Want anders dan is het einde zoek. Laten we afspreken dat ik op 1 januari de winnaar bekend maak. Oké, dankjewel voor het kijken. Doei!